zijn we dan? Een keer zonder Matthijs, want die zit in Japan en die sliep in een vliegdekschip. En waar was die man allemaal? Hij heeft al overal gezeten, heb ik op Instagram gezien, Luc. Hij heeft al in een bibliotheek geslapen, hij heeft al in een raket geslapen. Ja, ik zeg het, we vinden hem in andere oorden, andere sferen. Laat maar zeggen. Dus om Matthijs te vervangen, hebben we vandaag zowel Maarten als u ingeroepen. Ja, ja. Ja, we moeten natuurlijk wel even die eerste ronde van de B-Next gelijk bespreken. Dat kan niet onbesproken blijven zo. Kom straks, jongen. Hoe is het, jongens? Alles goed? Goed. Ja, Matthijs is eigenlijk onvervangbaar, maar we gaan het proberen, hè, Luc. Met twee moet het misschien een beetje lukken. Nou, dat moet wel lukken, denk ik. Ik vind het eigenlijk wel lekker even een keertje geen Matthijs. ik vind het eigenlijk wel grappig, want op het schermje van Luc staat er nog altijd Matthijs van den Beukel. Maar het is Matthijs niet. Hij is toch een paar jaar jonger geworden. Iets meer lokken haar, maar goed. Ja, voilà. Ja, Matthijs is hoe oud is hij? 40 of zo? Oude. Is hij de oudste van iedereen? Wat ik ben 26. 26. En Maart is ook 26, denk ik. Ah, nee, 40. 40 ben ik. Ja, oh, dan is Matthijs ouder. Ja, Matthijs is de oudste van het stel. En Matthijs is ook een jongen. Ja, oké, ja. Ja, het gaat een beetje wennen, hè, met z'n vieren praten. Ja, wat wil je zeggen, Sam? Nee, ik zeg ja, Luc is eigenlijk de jonkie van de bende, 26 jaar, maar Luc, Henk en ik, Henk is de 36, ik ben de 37. Hè? Ik ben Henk, vorige week was ik jarig, hè? Was jij vorige week jarig? Ja, jongens. Appeltaart. Nee, jongen, we zijn aan het liegen. Ja, kijk even op Wikipedia. Kijk nu op Wikipedia. Okay, ik ga nu kijken op Wikipedia. Ik ga echt kijken op Wikipedia. Henk Norel. Ik heb geen felicitatie gehad, niks. Nou jong, 17 september en jij zegt niks. Wat moet ik zeggen inderdaad. Dan? Hè, jongens, ik ben jarig. Ja, tuurlijk. Ja. Nou jongens, bij deze, ik was vorige week jarig. Proficiat, Henk, hip hip hoera. Gefeliciteerd. Ja, ik ben blij jongen. En ik 36, hè. Dat is, God. Ik ben gewoon los die zijn verjaardag vergeten, zeg. Amai. Ja, maar ja, jij hebt met andere dingen druk, hè, Sam? Zo ja, het is wel druk, maar toch. Ja, spelen in de B-Next onder andere, ja. En een tweede kleine bijna op de wereld zetten. Wanneer komt die tweede kleine? Ja, die was uitgerekend afgelopen zaterdag, dus die is al twee dagen te laat. Ah. Dus je kan elk moment weggeroepen worden, Sam. Zou wel tof zijn, dat is gewoon gedurende de podcast. Dat eentje zo, maar ja, nee. Moest dat nu in gang schieten, dan doen we eerst... Dan ronden we eerst de podcast af en dan vertrekken we. Dat is toch niet, hè? De kleine komt er niet uit op een uur, Henk. Je weet dat toch ook? Nee, maar ik heb er wel meegemaakt dat dan op en dan breken die vliezen en zo. En dan, nou, weet je wel, ik weet niet of je dat ook hebt gehad, maar ik heb toen bij mijn eerste dat je dan even zo van een soort van therapie, of nee, niet therapie, maar dan ga je zo van, ja, als die weeën komen, dan ga je zo samen en dan zo een beetje blazen, weet je wel. Nou, op het moment dat het komt eenmaal, dan... Dan heeft dat geen nut meer in ieder geval. Op het moment dat komt, is dat zo... Up, valies pakken, waar, hoe, wat, auto en tjoef, naar ziekenhuis. Ja. Maar voordat het een kraamverzorging podcast wordt, zullen we het gaan hebben over de B-Next en al het basketbal in en uit de lage landen. Nou, ik wil wel weten of de kinderen van Sam ook een andere sport mogen doen behalve basketbal. Ja, tuurlijk, jong. Tuurlijk, joh. Je wilt toch gewoon ook dat je kind, hè. Het is zometeen gewoon... In Valencia, dat er zometeen in een nok hangt van Rossum en van Rossum Junior. Ja, maar eigenlijk, ik zit hier... Ja, Luc, je hebt nog geen kindjes, denk ik. Maarten heeft twee basketende kindjes en Henk, hij ook. Dus ja, ik kan niet achterblijven, hè, jongens. Dat moet ook gebeuren. Hè. Maar voorlopig mijn oudste, allee, Matteo, die slaat alle ballen weg. Die krijgt een bal en die... maar even over basketbal gesproken. Er was afgelopen week... En dat heb ik ook via een tip. Op Canvas, was een op de Belgische zender is dat, was ook een documentaire over een IJslands basketbalcoach. Heeft jullie dat gezien? Ja, die staat op 14 Max en ik moet die bekijken. Maar ik ben aan het om samen met mijn dochter te bekijken, want het schijnt top te zijn. Hè? Hij is top. Hij is echt top. Raise the Bar heet het. En dat is een man en die gaat dan... ik ga niet helemaal dingsen, maar die traint meisjes.
En die is knijterhard voor die meisjes, maar ook wel goed. En die spreekt ze op een bepaalde manier aan. Sommige ouders kunnen er niet mee omgaan. Daarvoor moet hij ook weg bij de club en al die dingen. Maar die meisjes, dit is meer dan alleen basketbal. Hij maakt ze hard en zo. En daardoor kunnen die meisjes ook beter functioneren in het dagelijks leven. Het is echt een fantastisch aanrader om te zien. Het Raise the Bar. IJslandse basketbal. VRT Max. Ja, VRT Max. Ja. Okay. Ik heb wel een keer gekeken. Maar, ja. Dus, wat zeg je, Henk? Ik heb uiteindelijk gekocht. Ja, ik kon hem ook niet zien, dus ik moest hem ergens via een of andere gekke site of zo. Want ik kon hem niet zien. Iemand had het me verteld dat hij op Canvas was. Maar ik kon niet terugkijken of zo. Ik weet ook niet waarom. Oh, kijk. Leuke kijktip. Dank u, Henk. Leuke kijktip. Ja. Neem me even serieus. Kijk hem en vertel. Want kijk, ik heb nu ook mijn. Ik doe die studie voor om coach te worden. En het sporten, het brede sport, is toch heel veel. Dat je allemaal mee moet doen. En dat het niet belangrijk is om te winnen. En dat het. En ik merk ook steeds meer dat wij eigenlijk in Nederland. Ik weet niet of jullie dat ook een beetje merken. Maar op een bepaalde manier. Er wordt op dit moment anders met de kinderen omgegaan. Dan toen wij die leeftijd hadden. Van. Dat zeg ik, 7, 8, 9, 10 of zo. Voor mijn gevoel was het toen allemaal een stukje harder nog dan dat het. Er wordt steeds ietsjes zachter of zo. En ja, daar kan je voor of tegen zijn. Maar het is. Die IJslandse man die deed in ieder geval op een lekker harde manier. Oké, en weet je ook nog hoe die heette? Ja. Ja, ze eindigt op Son. Is de naam. Ja, ze heet allemaal in IJsland. Ja. Ik wist dat dat kwam. Ja, ze heet allemaal Son. Of als de vrouw, ze heet zo Dottir, toch? Ja, inderdaad. Zo gaat dat in IJsland. Inderdaad. Ja. Volgens mij, ik weet niet precies, maar ik ga het zeggen hoe die heet. Oké, komen we op terug. Kunnen we in de show notes toevoegen. En daar komen we nog wel op terug. Van mijn IJsland eventjes naar Liège of Luik. Want daar, Maarten, heb jij de, nou ja, misschien wel beste Belgische basketbal op het moment. In ieder geval de meest, nou ja, meeste met het meeste potentie. Want hij speelt in de NBA naast verdetten zoals Kevin Durant, Devin Booker. Gewoon een Belg uit Brussel. Ja, we hebben het over Toumani Camara, die in Luik was en was. Ja, voor ons dat nog heel speciaal, want er zijn af en toe Nederlanders in de NBA, maar er zijn heel weinig Belgen in de NBA. We hebben hier zelfs iemand aanwezig die gedraft is. Maar Toumani Camara is nog maar de tweede. Toumani Camara is nog maar de tweede Belg ooit die gedraft is. En hij kwam naar Luik, want hij vertrekt vandaag. We nemen het op maandag. Dus vanmorgen is hij vertrokken naar Phoenix. En in zijn laatste dagen in België is hij vrijdag naar Luik gegaan en zondag naar Brussel. En vooral in Luik was het een beetje een evenement. En dan kwamen er heel veel mensen een praatje met hem maken. Ze wilden een selfie met hem, ze wilden op de foto staan. Ik had er nog maar weinig gezien. Zo'n hype en zo'n lange rij mensen voor een Belgische basketter. Maarten, ik heb een vraag. Miss Liège was daar ook. Had hij ook zoveel een wachtende rij voor handtekeningen en zo? Of was dat alleen maar voor Toumani? Nee. En de Franstalige commentator Johan Mailleu stond erop dat ik Miss Liège interviewde. Maar ik heb het toch niet gedaan. Ik heb Toumani Camara geïnterviewd. En Miss Liège heb ik aan mij laten passeren, Sam. Allee, zo grof, man. God. Ja, maar ik dacht Miss Liège, dan moet ik volgende week Miss West-Vlaanderen en Miss Antwerpen. En dan ben je bezig, hè. Maar Miss België zou ik het doen, maar Miss Liège niet. Ja, okay. Ja. Ik vind de naam van de jongen zo vet. Toumani. Okay. En hij heet op Instagram, want ik zag het dus voorbij komen bij jou. Maar dan heet hij dus gewoon Too Many Buckets. Dus als, ik vind het wel gruwelijk gevonden. Ik ben ook benieuwd hoe ze hem in de NBA gaan noemen. Of ze hem ook gewoon Too Many. Too Many? Nou, ik denk dat Too Many Buckets wel een beetje zijn echte bijnaam ook is. Niet alleen op Instagram, maar ook in het echt. En ik heb ermee gepraat, zegt een hele, hele toffe, lieve jongen. Geen kapsoon, er zat wel een bodyguard bij zich, hè, die hem overal volgde. Maar voor de rest was er niks speciaals mee aan de hand. Een bodyguard bij zich? Een bodyguard, ja, die had hij bij zich in Luik. Maar goed, ja, waarom niet? Hè? Ik weet niet wat Phoenix. Is het omdat Luik zo gevaarlijk is? Of? Ik weet niet of dat Phoenix die gestuurd had of niet. Maar hij is gewillig met iedereen op de foto geweest. En het intro was ook wel leuk.
Ja, ik kijk er enorm naar uit om met Kevin Durant en zo samen te spelen. Hij deed nog vast, nou, samen spelen, je mag bij Kevin Durant in het veld staan. Hè? Je gaat geen bal krijgen als je met hem in het veld staat. Nee. En het is ook nog niet helemaal 100% zeker, want dat vroeg ik naar hem. Ben je nu echt 100% zeker dat hij speeltijd gaat hebben in de NBA? Hij heeft een guaranteed contract, hij gaat betaald worden. Dus het eerste jaar van het vierjarig contract is gegarandeerd voor $1 miljoen. Maar ja, of hij nu echt speeltijd gaat hebben in de NBA, antwoordt hij mij van ja, dat is niet zeker, dat staat niet geschreven, maar ze hebben wel heel veel vertrouwen in mij. Dat voelt hij wel, dat weet hij wel. En ja, het ziet er heel goed uit. Wij praten over Durant, dat hij vroeger de videogames, dat hij altijd met Durant speelde. En dat hij nu Durant en Beal en Booker ontmoet heeft, dat heel leuk was. En, Ja, zeg maar Henk. Nou ja, je zegt, want je weet niet of je gaat spelen. Ja. Sam heeft ook met jongens gespeeld die de NBA hebben gehaald en die er zijn gekomen en zo. Wat je vaak van al die jongens hoort is, je moet geduld hebben. Je gaat een keer geroepen worden en dan moet je klaar zijn. En soms is het extreem lastig, hè? Want je gaat op de bank zitten, je zit aan het einde van de bank. Je bent dan eigenlijk niet onderdeel van je bent wel onderdeel van het team, maar ja, soms dan speel je helemaal niet. Je bent 2 uur van tevoren in die hal voor die wedstrijden, soms 3 uur van tevoren in die hal, dan ga je schieten, zit je op de bank. Zijn er 20 wedstrijden die je niet speelt, maar dan die 21ste wedstrijd, dan opeens, dan wordt je naam geroepen en dan moet je er staan. En als jij dan koud van de bank of komt en je denkt, heb ik het helemaal niet verwacht dat ik vandaag zou spelen. En je schiet er 3 driepunters naast en je hebt 2 steals tegen. Ja, daar ben je gelijk, dan gaat er haast een kruis door je naam heen. Ja. Doe je het dan goed, dan zeggen mensen, oh, van die jongen willen we meer zien. Dus dat is echt iets heel moeilijks in de NBA. En ik hoop echt, want het is goed voor het Belgisch basketbal, voor het Nederlands, maar ook voor de jongen. Je zegt, een lieve jongen, die gun je het. Ja, dat zou top zijn als we iemand uit België die gewoon echt serieuze minuten gaat maken en ja, hopelijk dat hij zijn kans krijgt en dat hij hem kan pakken dit jaar. En hij heeft ook kans op een ring, mag ik nog zeggen. Ja, ook al. Maar ja, het feit dat ze hem contract geven, dat ze hem gegeven hebben, het is geen two-way of zo. Hè. Dus het is echt wel een garandeerd contract voor een jaar. Dus gaat hij normaal gezien wel in de 12 tot 15 man of vastzitten van die ploeg. Dus dat verhoogt zijn kans toch wel sowieso dat hij ook effectief aan spelen toekomt, denk ik. En ook in de Summer League hebben ze hem wel volop zijn kans gegeven. Hè. Die heeft daar enorm veel minuten gepakt. Dus dat is toch een teken, denk ik, dat die organisatie wel iets ziet in hem. En dat ze hem toch wel in die Summer League ook een beetje getest hebben om te kunnen kijken hoe dat helemaal kan. Dus ik denk niet dat er helemaal zo slecht is voor hem. Oké, minuten maken is natuurlijk moeilijk in de NBA. Hè. Iedereen weet dat is helemaal niet gemakkelijk. Maar in zijn rol denk ik dat hij misschien wel zijn minuutjes gaan meepakken links en rechts. En ik ben echt wel benieuwd om het te zien. En trouwens nog een vraag, maar heeft hij iets gezegd over een nationale ploeg of zo? Ja, ik heb hem dat gevraagd en hij wil heel graag voor België spelen. Hij was heel positief over de Lions. Dus om even uit te leggen, hij heeft nooit voor de Lions gespeeld. Hè. Ooit is een jeugdselectie, denk ik, under 16 misschien zelfs maar. Mm-hmm. Nu was de eerste keer naar het schijn dat hij pas een uitnodiging gekregen heeft. Ja, nu kon hij natuurlijk gaan. Het was ook geen belangrijk toernooi eigenlijk in Istanbul. Maar hij zou het een hele eer vinden om België te vertegenwoordigen. Hij is nog geen Amerikaan geworden, verzekerde hij mij. Hij zou het fantastisch vinden om voor België te spelen. Dat wil hij zeker doen. En hoe komt het dan dat hij nooit voor de onder 20 en onder 18 heeft gespeeld? Ja, die was een beetje onder de radar. Niemand kende die ook. En ja, die is ook pas de laatste, echt de laatste 2 jaar, was dat opeens van, die is goed bezig en die kan echt wel gedraft worden. Hij was een beetje onbekend in België. Wat bizar is dat, dus echt niemand heeft hem gewoon ook bij de federatie, want hij is op jonge leeftijd al, is hij high school gaan spelen daar, hè? Ja, pas op. Het is ook wel zoiets, als die jonge gasten vertrekken naar college, dan in de zomer doen die dan ook soms West, die summer schools en al van die dingen. Ik denk dat is hij 4 jaar in dezelfde college gebleven, Maarten? Ik weet niet of dat hij dat weet. Volgens mij is hij een keer getransferd geweest ook. Ja, ik durf het niet zeggen, zou kunnen, ja. Oh, wel. Dat was Dayton, hè, denk ik. Nee. Dayton, dat weet ik zeker, ja. Maar is er iemand bij de federatie? Is er iemand bij de federatie in België die dat gewoon nauwlettend in de gaten houdt van, welke jongens in Amerika op college zitten goed en welke jongens zouden we daadwerkelijk kunnen gebruiken? Of is het eigenlijk dat die bondscoaches een beetje aangesteld worden en die vissen gewoon een beetje in de Belgische vijver van, die doen het goed in de onder
weet ik wat, 22 competitie of die zit op de bank bij Oostende. Als je kijkt naar de hele situatie, hè, dus de bondscoach is nu Dario Gergia, onze coach bij Oostende. Ja. Die is tijdens het jaar ook bezig met de club. Die neemt de nationale ploeg erbij. Op zich heeft hij niet de volle tijd om daar continu ook mee bezig te zijn. Hè. Dat kan bijna ook niet. Nee, maar de jeugdselecties, daar hoort iemand mee bezig te zijn, toch? Inderdaad, daar ben ik absoluut mee akkoord. Maar daarvoor hebben we ook volgens mij een manager. En ik denk dat dat meer die zijn taak is om dat allemaal op te volgen en de coach eventueel te brieven. Als er jongens zijn in de States die het heel goed aan het doen zijn of wat dan ook, die potentieel hebben om het te maken bij de seniors in de nationale ploeg. Ja, Jacques Stas heeft wel lijsten, hè? Jacques Stas, de manager, heeft wel lijsten van alle mogelijke spelers, alle mogelijke Belgen die overal zitten. En af en toe komt hij eens met een naam af waar nog niemand van gehoord heeft, een jongen die opeens Belg blijkt te zijn. Denk wel dat ze min of meer gevolgd worden, ja. Het kan beter waarschijnlijk, maar ik denk wel dat ze gevolgd worden. Ja. Maar blijft natuurlijk wel een rare geven dat iemand als Toumani nooit opgeroepen is geweest bij de U18 of zo. Hè. Dat blijft toch raar. Flyers, dat is ook echt wel een high major college. Maar ik denk dat het ook wel scheelt. Misschien wordt het best wel eens belicht in de media bij jullie, die jongens in het college. Nee? Heel weinig. Heel weinig. Bij ons ook niet. Alleen als een jongen die Luc heet, die doet er wel eens wat over. Maar verder. Ja, nou ja, ja, ik kan er wel inderdaad kort wat over toelichten. Want we hadden het in Nederland ook inderdaad met David Gusan. Maar sinds ESPN in Nederland is, die zenden ook college uit. Dus wij konden Jesse Edwards van Syracuse, nu West Virginia. Quinten Post van Boston College, dat werd gewoon uitgezonden op de Nederlandse tv en ik kon daar dus ook wat mee doen. En David Gusan die kwam dus tot de Elite Eight afgelopen jaar bij March Madness en die was daarvoor ook nog nooit opgeroepen voor het Nederlands team. Nou ja, toen kwam hij dus daardoor zo in de picture. Het was het ook van ja, maar deze jongen kan echt wel ballen. Nou, dat hebben we gezien in de eerste wedstrijd tegen Zweden. Had hij volgens mij 16 punten, Henk, wat je had nog 14, 16, 18 punten in ieder geval. Nou ja, doordat hij dus in de picture kwam, is hij geselecteerd. En nou is hij niet meer uit de picture te slaan, zeg maar, van het Nederlands basketbal. No. Maar dat zou denk ik wel, had ook wel gescheeld als zo'n Toumani Camara een keer in de krant was gekomen of zo. Ja, de mensen die echt effectief basket volgen, of Belgisch basket of Nederlands basket volgen, de mensen van de nationale ploeg, die zullen die naam wel op hun lijstje gehad hebben. Die gaan niet zomaar even nu in één keer opdoen, omdat nu is die gedraft en zo. Ze kennen hem al van voordien. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar ja, het is ook zoiets dat gezegd, de klassieke media, de dag van vandaag, ja, die rapporteren eigenlijk helemaal niet zo heel veel meer over basketbal, ook in het algemeen. De kranten worden elke dag smaller, er wordt dan meer... enkel nog artikels geschreven die online komen en dergelijke meer, maar dat zou nu ook links en rechts allemaal een beetje aan het afstanken zijn, dus het is allemaal niet meer zo evident en er komt, ja, basketbal op zich is al geen sport die superveel in de media komt, zeker niet in België, ik weet niet of dat in Nederland beter is, maar dus ja, als je dan nog moet beginnen, je spreekt dan nog over jongens van college in Amerika. Als de eigen Belgische competitie al heel weinig toelichting krijgt, of zelf ja, Belgen in Europa, ja, als er dan nog Belgen, jongere Belgen die aan het groeien zijn in een college in Amerika, ja, dan kun je wel voorstellen dat er helemaal niks meer wordt, natuurlijk. Ja. Nee. Sommige kranten in België schrijven tegenwoordig meer over darts dan over basketbal. Dus dat is wel een probleem. Maar dat is in Nederland al jaren zo, hè? Gewoon dart legends, hè? Raymond van Barneveld. Ja. Dus daar moeten we ons bij neerleggen, oké. Okay. Ja. Ik wil nog wel toevoegen... Camara, zijn eerste college was Georgia. Want wij moeten toch als BD-ploegpartij de mensen goed inlichten, als de rest het niet doet. Ja. Georgia 2 jaar en dan naar de Bulldogs inderdaad, en dan naar Dayton gegaan. Ja, en oké, hoe was de match, Maarten? Het was de eerste match van de B-Next League dit jaar, hè? Het was de opener, nee? Het was de opener, maar hij was gelijktijdig met Charleroi Mechelen. Maar het was de tv-opener. Ja, het was leuk, hè? Ik vond het een leuke match. Evelyn John was fantastisch. Die scoorde 30 punten in 33 minuten. De Amerikaan die er vorig jaar ook al was. Maar toen gewoon goed was, degelijk. Maar nu echt supergoed. En het was ook de drie Belgian Lions. Manu Lecomte, Olivier Trafontaine en Kevin Toumba die samen spelen. Ze hebben een heel goede atletische ploeg. Hè. Ze hebben Moske out-rebound. En ja, ik ben toch benieuwd of dat ze echt Oostende en Antwerpen het vuur aan de schenen gaan kunnen leggen. Het zou wel leuk zijn als er nog een topploeg echt bij komt, een echte topploeg. Maar hoe is dat zo ineens gegaan, dat Luik in één keer zo'n
Ja, toch wel een sterrenensemble voor Luik bij elkaar heeft gespeeld. Ernie Campbell is gekomen, een Amerikaan met veel geld. En die heeft de schulden afbetaald en die investeert in de ploeg. Ernie Campbell was daar niet, is daar nooit. Maar ze hebben mij verzekerd dat hij elke wedstrijd op het kleine scherm volgt. En dat hij dagelijks met de club bezig is. En dat hij op lange termijn bezig is. Hij is er om te blijven, verzekert de COO mij. Dus ja, want daar worden wel vragen bij gesteld van wat gaan die mannen doen. Die kan ook moeilijk anders zeggen. Hè? Als hij zegt dat hij blijft voor een jaar, is daar gedaan volgend jaar. Ja, tuurlijk. Ja. Maar er zijn vragen over. Hè? Gaat dat een project op de lange termijn? Of gaan die mannen weg zijn met al hun geld? Als de resultaten er niet gaan zijn, gaan ze dan gewoon een andere stad of een ander land gaan zoeken. En dan gaat er van Luik niks meer over blijven. Maar ja, dit jaar ziet het er leuk uit. Hè? Mooie truitjes zonder sponsors, want dat hebben ze niet nodig. Daar gaan ze zich niet vuil aan maken om daar allemaal sponsors op te zetten. American style. Henk, heb je die truitjes gezien? Die truitjes van Luik? Ja. Nee, dus. Het zijn echt, ik vind het echt toffe truitjes eigenlijk. Ja, het is een beetje retro stijl en zo, maar echt toffe truitjes. Alleen Liège staat erop. Ja. Sober, ja, dat is top. Ja. Ik ga gelijk Amerikaanse, geen sponsor erbij. Nee. Gewoon puur de naam. En... Ik vind dat wel mooi. Weet je waar ik eigenlijk ook een groot voorstander van zou zijn? En wat die B-Next, maar ik weet niet of dat... want je hebt nu over mooie truitjes, maar als je de B-Next... Weet je, eigenlijk een soort van NBA... het is natuurlijk geen NBA, maar dat je een NBA ervan gaat maken. Dus dat je één merk voor de hele B-Next, en dat je dan ook een webshop hebt, en dat je dan allemaal... over andere shirts gesproken, ik vind die van Leeuwarden, die waren vorig jaar gewoon helemaal wit. Die waren niet mooi. Leeuwarden, dan moet ik weer iets... Ik vind Leeuwarden een verder leuke club, hoor, maar die shirts, die waren gewoon, zeg maar, rustig heel lelijk. Het is wel tof als je wat meer uitstraling wil, dat je gewoon toffe shirts hebt. En dat maar Henk, je moet ook wel weten, de clubs in Bayern hebben de centjes hard nodig en de sponsors op een trui, dat betaalt. Maar misschien moet je ook wel een sponsor op je trui. NBA doen ze ook een sponsor tegenwoordig op de trui, op het shirt. Maar denk even outside the box of zo, ik weet niet. Ja, nee, maar ja, ik snap het wel. Het zou wel fantastisch zijn, maar ja, ik denk dat het niet echt haalbaar is. Nee, Sam, zeg eens wat op jouw zijkant staat. Sorry? Sam, zeg eens wat op de zijkant van jouw truitje en van je broekjes, wat staat er daarop? Ah, dat zijn allemaal tekeningen van Ensor. Mooi, hè? Want dit jaar... kennen jullie James Ensor, jongens? Nee, denk ik niet. Nee. Veel vragen waar ik vandaag geen goed antwoord op heb, Sam. Ja, maar het is goed. We gaan jullie iets bijleren. James Ensor was een kunstenaar. Hè, en die heeft in Oostende gewoond, als ik goed geïnformeerd ben. Ze hebben daar ook een museum. Het noemt het James Ensor Huis. En dit jaar is het 75 jaar Ensor. Dus het is... volgens mij 75 jaar geleden dat die mens overleden is. En ze gaan die eren dit jaar. En die staat op onze home shirts. Denk alleen maar op onze home shirts, als ik me niet vergis, Maarten. Alleen maar op de gele. Ja. Jij speelt voor een standaard, Sam. Ja, ik weet het, maar ik heb nog niet veel met die zwarte gespeeld. Dus. Okay. Dus op de zijkant van onze trui, aan de binnenkant en zo, staan er allemaal prenten van James Ensor, die kunstwerken die hij gemaakt heeft, die staan afgebeeld op de zijkant van onze truitjes. Ja. Wel leuk en creatief bedacht. Een beetje binnen. Ja, inderdaad. Ja. En als ik me niet vergis, is er ook één wedstrijd die helemaal in teken gaat staan van James Ensor verder op het seizoen, denk ik. Moet iedereen met een masker komen, want hij schilderde altijd mensen met een masker, hè? Zoals in zijn schilderij De Intrigue dat in Antwerpen hangt. Goeie idee. Allee, denk ik, hè, Maarten, ik heb het opgevangen, maar ik weet niet zeker wanneer of hoe of wat, maar ik denk dat eraan komt. Het is een 19e eeuwse expressionist, jongens. Voilà. Mooi, dankjewel voor deze geschiedenis. En ik wil eventjes van West-Vlaanderen naar het hoge noorden, want iets wat wel heel veel in de media is gekomen in Nederland, in de landelijke kranten deze hele zomer lang, is het gesteggel rondom Donar Groningen, maar uiteindelijk toch een soort van eind goed al goed, want ze hebben gespeeld dit weekend voor een volle, redelijk volle Martini Plaza tegen gelijk Heroes Den Bosch en gewonnen. Ja, zal ik er maar gelijk wat over zeggen? Doe maar. Ik heb zeker die wedstrijd bekeken. Ja, ik moet hem kijken, dus dan kan ik hier ook gelijk even
Ja, ik vond, ten eerste vond ik heel vet, hè. Groningen, volle bak, stof. En als je dan ziet dat er zoveel mensen komen, ja, dat zie je toch wel dat Groningen, dat wist wel, is natuurlijk gewoon ook een topper in het basketbal, en dat waren ze nu ook. Waar ik erg van onder de indruk was, dat is die Amerikaan, dat is John. John, die heeft voor Duke gespeeld. Echt, die gozer die begon die wedstrijd en die blokte even een partij hard, jongen, een paar ballen. En die heeft een partij atletisch vermogen en die bracht een partij power en die zette daar wel een beetje de standaard mee. Dus dat vond ik een geweldige gast om te zien, een geweldige speler om te zien. Ik had ook wedstrijden ervoor van hem gezien. Toen dacht ik eigenlijk, nou, dat is eigenlijk wel een beetje een luie speler. Maar toen hij eenmaal aan het ballen was, toen ging het eigenlijk wel hartstikke goed. Wat ik ook heel tof vond was Sander Hollanders. Sander Hollanders die heel bepalend was. Die in het tweede kwart er een aantal driepunters inschoot. Eerste of tweede kwart, eerste helft in ieder geval. Die schoot er drie in. Daarmee ook gelijk een gat sloeg. En daar is eigenlijk is Heroes daar niet meer overheen gekomen. En dat is leuk. Ik vond het serieus wel een toffe wedstrijd. Heroes, moet ik er wel bij zeggen, die hebben dus veel last van blessures. Hè? Dus ze hebben Austin Luke die er last heeft. En dan hebben ze ook nog de vierman, Rob. Ik weet even niet eens zijn achternaam, ik weet gewoon dat hij Rob heet. Maar die kon ook niet meedoen op het laatste moment. Hebben ze wat uitvallers en dan merk je toch dat het is net even iets lastiger. Dunne rotatie. Maar ik vond de sfeer goed in Groningen. Ik vond Groningen goed. Ze hebben gewonnen. Tof. Ik vind het tof. En nu door. Ja, het is de eerste wedstrijd. Maar het is wel van Groningen laten zien dat ze er zijn. Ik vind het leuk dat ze met Nederlanders spelen. Ik had gehoopt op Jordi Kuiper ook nog te zien. Maar die was er niet. Maar ze speelden eigenlijk redelijk gebalanceerd basketbal. Speelden goed basketbal. Van binnen naar buiten. Ik vond ze inside erg sterk. Dus dat is toch opmerkelijk, hè, Henk, wat je zegt, dat ze echt al goed basketbal spelen, want die hebben eigenlijk niet zo'n heel lange voorbereiding gehad. Dat is ook een compleet nieuwe ploeg. Die hebben eigenlijk maar een voorbereiding gehad, denk ik, van 2-3 weken, als ik me niet vergis. Dat is toch wel opmerkelijk. Ja, maar het is, goed basketbal. Kijk, ze schoten hun schoten raak, hè, van buiten. En van binnen ook. Dus ze speelde eigenlijk heel... Je hebt wel eens van die wedstrijden dat je denkt... Ja, kijk, ik moet wel eerlijk zeggen... Missen een paar extra driepunters. Hè, dan heb je nog meer iets meer in wedstrijd. Dan hadden Heroes ook iets meer kansen gehad. Ja. Ze hebben in het derde kwart ook wel een kans gehad. Hè, want toen verdedigden de Heroes best wel heel goed. En daardoor kwamen ze dichterbij. Toen was de kans om eroverheen te gaan. Dat is niet gelukt. Uiteindelijk Groningen die herpakte zich... Ja, de laatste 2-3 minuten toen is Groningen er eigenlijk vol overheen gegaan. Maar het was een leuke wedstrijd om naar te kijken. Ja, leuk, jongen. En ook veel volk, heb ik gezien. Ja, ik denk dat iedereen in Groningen er soort van naar snakte. En wat ik ook wel goed vind, hè, die club die is er dus weer naar al het gelazen wat er is geweest. En dat, dat je dan toch voelt dat die mensen in Groningen... die er eigenlijk allemaal niks aan kunnen doen. Hè? Want het zijn natuurlijk uiteindelijk maar een paar mensen... die daar wanbeleid hebben... die daar met z'n allen er gewoon wel zijn voor de club. En ook laten zien dat ze bestaansrecht hebben. En verder moet ik natuurlijk ook nog even terugkomen op... Kom ik ook nog even terug op Leon Williams. Wat ik daar weer... Ik blijf nog steeds met wat ik heb gezegd. Hè? Dat ik eigenlijk vind dat hij daar had moeten bijtekenen. Maar die heeft nu ook een club. Die gaat naar Italië toe... Dat is fijn voor hem. Maar ja, ik weet, volgens mij gaat hij niet met zijn vrouw. Of zijn vrouw komt later en zijn kindje die heel jong is. Dus is misschien voor hem niet de ideale situatie op dit moment in zijn carrière. Maar hij heeft wel een club, dus hij heeft wel gewoon werk. Dus daar ben ik heel blij voor. Voor hem. We blijven nog steeds wel bij dat ik het nog steeds niet vind kunnen. Maar goed, dat is... Moet ik nog iets vertellen? Want ik zei de vorige keer, ik moet Matthijs even bellen. Matthijs Groot. Want die is bezig met een vakbond voor Nederland. Of de spelersvakbond. Die heb ik gebeld. Het gaat allemaal goed met Matthijs, als jullie dat graag wouden weten. Maar, slaapt hij ook in de space shuttles en zo? En bibliotheken? Of is dat een andere? Nee, maar die probeert dus ook stappen te zetten uiteindelijk met die spelersvakbond. Dat ze meer...
dat ze meer kracht hebben uiteindelijk om ja, ook dat zulke soort dingen in het vervolg niet bij de licentie, niet door de licentiecommissie heen komen. Of in ieder geval dat de rechten van de belangen van de spelers daarin meer worden behartigd. Want dat is wel even iets wat niet helemaal. Wat in Leon's geval niet is gebeurd. In Leon's geval inderdaad niet is gebeurd. Ja. Mm-hmm. Ja, dat zal ze ook waarschijnlijk blijven achtervolgen. Want er zullen ongetwijfeld, dat las je ook wel, dat stond dan wel weer in de landelijke kranten, dat er toch wel wat scheve gezichten waren nu dat Groningen er gewoon weer staat. En wat jij zegt, denk, kijk, voor de fans, die kunnen er niks aan doen. En de club bestaat bij de gratie van de fans. En uiteindelijk zijn zij de verliezer geweest, maar nu ook weer de winnaar. Maar ja, andere clubs zullen wel zoiets hebben van ja, en dan heel gechargeerd gezegd, naaien ze wel even Leon Williams erbij. En ze hebben wel weer een handjevol Amerikanen. Hadden ze ook Leon Williams aan zijn contract kunnen houden. Precies. En misschien, kijk, als je er eenmaal weer bent, dan wil je ook weer meedoen voor het kampioenschap. Hè? Maar Donar is gewoon een team wat gewoon gaat meedoen om de strijd voor de Nederlandse titel. En ja, dus ook automatisch waarschijnlijk in Be Next Gold. En dat wrikt een beetje bij andere clubs. Wat ook een logisch gevoel is. Misschien zo omdat mensen zeggen, ja, het is competitievervalsing. Want er is heel veel geld uitgegeven wat er niet was. Zij hebben bijvoorbeeld vorig jaar de finale gehaald. Nou ja, een ander team heeft daardoor niet de finale gehaald. Of andere teams die daarvoor ook zijn uitgeschakeld hebben niet gehaald. Die hebben daardoor ook hebben wel hun spelers allemaal moeten betalen. Hebben daardoor geen kaartenopbrengst gehad, omdat er geen. Maar ja, goed, dit is allemaal weer oude koeien uit de sloot halen. Maar ja. Daarom hebben heel veel mensen, of die denken van ja, Groningen heeft niet helemaal de gunfactor. Maar als ze er eenmaal staan, kijk, nu is het zo, nu zijn ze er doorheen. Nu moeten we er eigenlijk ook niet meer over zeiken. Nou is het, dat is gebeurd. En nu moeten ze gewoon basketballen. Nu is het allemaal, nu moet het gewoon op het veld uitgespeeld worden. Ja. En de rest, als iemand daar nog wat mee was, zou willen doen of kan doen, ja, dan moet ze het lekker erbuiten uitvechten. Maar dit is, nu staat het team er en nu moet je het alleen nog maar sportief zien, denk ik. Ja precies. Naar een club die ook soort van nieuw is of erbij is gekomen. Dan gaan we terug naar het zuiden van België. Kortrijk, die wonnen zowaar gelijk hun eerste wedstrijd. Dat is toch wel knap voor een debuterende ploeg. Zeker. En ook zeker een wedstrijd waarvan ik dacht die zeker niet gemakkelijk ging zijn. Want als ik Brussels bezig zag, ik heb die in een oefenmatch een beetje gezien. In Brussel zelf ook, waar op het toernooi waar wij waren met een bos en zo. Ja, die lijken me toch enorm versterkt als je het vergelijkt met vorig jaar. Ik zeg het, een heel knappe overwinning van Kortrijk. En denk ook de enige Belgische club die dit weekend op verplaatsing is kunnen gaan winnen, als ik me niet vergis. Dus voor hen is dit absoluut een goede start. En ze hebben volgende week Aalst, denk ik. Allee, komend weekend spelen ze thuis tegen Aalst. Dus die zouden meteen goed vertrokken kunnen zijn. Dat wordt al meteen zo'n beetje een wedstrijd die voor hen ook opnieuw belangrijk wordt. Maar die eerste overwinning hebben ze vast. En ik moet zeggen, ik heb de eerste helft gezien van die wedstrijd. En Kortrijk komt mij zeker en vast wel bekoren, hoor. Ik heb vorige week ook gezegd dat ik ze wel verwacht om mee te doen voor in die goldfase te komen. Het is misschien vroeg omdat het eerste jaar is in de B-next, maar na hetgeen wat ik gisteren gezien heb, denk ik dat ze wel effectief wel gaan meedoen. Ja, ik heb gezegd dat ik ze niet verwacht om voor gold mee te doen. Nu winnen ze al meteen, wat is een zeker gegund. Bam! het is wel leuk hè, dat ze niet op die eerste overwinning moeten wachten als nieuwkomer. Ik weet dat Gent in der tijd naar de eerste klasse ging en die hebben dan 4 matchen gewonnen op een gans seizoen. Kortrijk gaat wel meer winnen hè, in dat eerste jaar. Ik heb trouwens een uitnodiging gekregen voor die wedstrijd tegen Aalst. Een persuitnodiging. Dat wordt de warmste game. Dus het gaat veel naar het goede doel gaan. En ik vond ook een opvallend zinnetje. De Spurs zorgen bovendien voor een primeur. Er zal bediening zijn op de tribune. Hoppa. Oh, wauw. Ja. Dat is mooi, hè. Ja, je moet je voorstellen, gelijk in Amerika is, zo een met een bak popcorn en al, en dan ook een bal erop. Ja, zoiets, hè. Zo, van die dingen. Dat is malig. Ja. Wordt er ook alcohol geschonken? Ja, dat denk ik wel, hè. Het is geen Champions League voetbal. Dat gaan pinten zijn, hè, die daar op de tribune gaan gedronken worden. Dus Sam, opletten, want de volgende thuismatch na Aalst, dan ga jij er op bezoek, denk ik, hè. Is het dan al of is het de week nadien?
is wel mooi. Als jij moet spelen, Sam, dan ga ik daar op de tribune zitten. Ga ik dan de hele tijd gewoon pilsjes bestellen. Ja. En dan, hey, Sam, neem nog eentje. Proost. Dus jij zo'n bidon maar, te lukken. Maarten, is dat iets enkel voor deze wedstrijd? Of gaat dat blijven voor de rest van het seizoen? Weet je ik dat? Eén zin informatie. Maar ik denk wel dat ze dat voor de rest van het seizoen gaan doen. Maar er is wat over te doen geweest, ook in de Duriso Radio podcast, waar we vaak naar luisteren. Want daar hebben ze is een beklag gedaan, dat je dat niet mag drinken op de Belgische tribunes, dat dat wel mag in Nederland. Is dat zo? Mag er gedronken worden bij jullie? Waarom zou dat niet mogen? Ja, bij ons mag dat soms niet. In sommige zalen mag het niet. Ja, maar weet mag waarom? Ja, goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik ben gefocust op mijn wedstrijd, hè, Maarten. Ik kijk niet naar de tribune. Maar, dat moet gewoon met voetbal te maken hebben. Dat ze dat met voetbal niet meer mogen. Dat je dan zegt van ja, dan sportwedstrijd. Ja, dat maar, niet onder voetbal. Ik weet wel bijvoorbeeld in Valencia. Je mocht je drankje meepakken naar binnen, maar die dopjes werden eraf gedraaid. Zodat je niet met een volle fles naar het veld kon gooien of zo. Ja. Dus dat moet dan een keer uitleggen. Dus ik weet niet of dat zit in België en Nederland, of dat daar zo. Ja, regels van zijn of niet? Ik denk dat er eerste gasten nog wel toch zijn die toelaten en anderen niet, denk ik. Ik denk dat het zo is. In lager niveau heb je dat wel vaak, hè, dat ze niet toelaten om drank mee te nemen op de tribunes. Dat is omdat de vloer niet verder wordt. Ja, dat is de enige reden. Hè. Bij Gensel, bij mijn kinderen, mag dat dus niet, hè, drank meenemen. Bij Gensel mag het niet. Voor de rest, fantastische club, hè, Gensel. Maar Henk, dat is omdat je, als je met je drankje morst, dan is dat een plakboel op dat veld, dan moet je dat opkisten. Dat is daarom. Ja, maar dan mag je dus ook geen cola drinken. Nee. Niks. Geen consumpties. Ja, dat mag bij ons officieel ook niet, maar hè, je bent een sportvereniging, je hebt een kantine, en mensen willen naar die wedstrijd kijken, dan neem je gewoon je glaasje bier mee het veld op, hoor. Ja, kijk. In België moet je in de kantine blijven staan achter het glas. Ja, maar ik kan wel vaak het veld zien van achter dat glas. Ja. Maar kijk, in Kortrijk mag het wel. Dat was de boodschap. Dus alle naar de Lange Munt. Dus we verwachten naar een vol huis. Dat zou ook wel leuk zijn, moest dat daar bomvol zitten, hè, in Kortrijk. Kortrijk is wel nog een redelijk... Ik denk dat daar 2500 man binnen kan. Ja, ze verwachten het. Hè. Ze verwachten een vol huis of ze hopen op een vol huis. En ze hebben een goede ploeg, hè, Sam? 4 goede Amerikanen, 5 eigenlijk met Tomsik erbij. Inderdaad. Redelijk atletisch. Ja. En dan hebben ze de Belgen al vorig jaar gehouden, hè? De ploeg is vooral gebaseerd rond die Amerikanen. Hè. Ik denk dat afgelopen weekend 70 van de 94 punten kwamen van die Amerikanen. En dan heb je de Ridder, de broer van Thijs de Ridder, die naar Bilbao verhuisd is. Niels de Ridder, die speelt daar. Sean Poudet en Seppe Despalier. En ook Koeken, ja. Maar ja, het lijkt wel dat de ploeg vooral fel gebaseerd is op de buitenlandse versterkingen. Ze verwachten daar het meeste van, denk ik. Ja. Ja, het zou wat zijn als die gelijk de Elite Gold weet te bereiken en ook nog eens een keer een mooie ambiance weet neer te zetten. Dan zou het alleen er is één wedstrijd gespeeld, hè, Luc. Ja, ik denk echt dat ze te weinig in huis hebben voor die gold te halen. Vooral als je naar de concurrentie kijkt. Hè. Maar wat doe jij als ze wel gold halen? Dan word ik belachelijk gemaakt. Hè, we gaan hier even iets... Als ze de gold halen, dan gaat Maarten... Dan moet hij iets speciaals doen op tv, want Maarten doet altijd interviews tijdens de wedstrijden en zo. Hè, tijdens de tv-wedstrijden. Dan moet hij een speciaal outfit aan doen of zo. Wat is iets typisch voor Kortrijk? Ik ga eens met navragen wat dat typisch is voor Kortrijk en dan kom ik volgende week bij jullie terug. Oké. Je mag het ook gewoon even antwoorden. Maar ik gun het Kortrijk wel, hè. Ik gun het zeker. Hè. Ik heb heel veel sympathie voor de Kortrijk. Nu probeer je het goed te praten, Maarten, maar ik hoor ergens aan je iets wrikter in jou met Kortrijk. Nee, ik heb ze graag. Ik vind het fantastisch als ze erbij gekomen zijn, maar ik denk gewoon dat er te veel concurrentie is. Dan, wie ga je eruit halen uit de gold? Wie ga je dan zeggen, Oostende gaat de gold halen, Luik gaat misschien de gold halen, Antwerp gaat de gold halen, Limburg gaat de gold halen. Mechelen moet ook zeggen dat... Mechelen, Charleroi, die gaan toch ook, ja? Dus ik denk dat Kortrijk gaat tekort komen, ja. Goed, maar ik wil dat een tegenprestatie doen, het is goed. Ze halen het. Kom op, Kortrijk. Kom aan, Kortrijk, Zane, geef er een klets op. Godver. Zou mooi zijn. Dan moet jij de laatste wedstrijd tegen Kortrijk, als ze dan wel of niet kunnen halen, dat je dan expres dan die boom is. Dat was nou voor matchfixing. Ja, zeg, dat zou wel erg zijn. Nee, maar dat gaan we niet doen. Maar ik snap wel de redenering van Maarten ook. Want ik moet wel zeggen, het is heel moeilijk inschatten ook nu. Hè. Het is nog het begin van de competitie.
Het is allemaal nog een beetje zoeken en uitvinden. En, maar is het nu, zijn het nu 6 Belgische ploegen die naar gold gaan en 4 Nederlandse? Of is het ook nog 5-5 gebleven? 5-5. Ja. Ja, dat wordt misschien wel... Daar is over gestemd geweest. Over die 6-4 is er gestemd geweest. Hè? Ja, toch? Oh. Want had ik dan nu verkeerd gelezen? Ik had dat toch ergens gelezen? Het is moeilijk om te stemmen gelezen. Natuurlijk. Niemand in Nederland die gaat zeggen, oh ja, wij doen wel 6-4. Ja, maar eigenlijk ja, maar Henk, eigenlijk is het ook niet logisch. Jullie zijn maar met 9 en wij zijn met 11, dus... Eens, maar vorig jaar was het andersom. Nee, 10-10. Ja, 10-10. Het jaar daarvoor had je ook nog... Nee, ja, Luc... Nee, dan ben ik nou... Dan ben ik nog een strippjes op Luc's plafond. Ik zit allemaal in mijn aantekeningen te kijken. Luc denkt dat de Binext al 10 jaar bestaat hier. Trouwens ook, ja, zeg maar, laat ons eens even zoeken. Ah ja, nee, zeg maar verder. Ja, ik wil alleen maar wat ik te zeggen. Ah ja, die 6-4, dat is omdat er in Nederland na de top 4 een groot gat is. Zo wordt dat vaak bekeken. Dus na Zwolle is er een gat, ja, een diep gat of een niet zo diep gat. Ja, En daardoor is die 6-4 in het leven geroepen. Maar goed, ze is er niet, het is 5-5. Maar ik denk dat dat de reden is dat... Maar dat maakt het voor Nederland ook wel weer spannender. Want als je inderdaad 4 zou doen, nou ja, dan kan je de 4 eigenlijk alvast neerzetten. Al was het vorig jaar anders, omdat Donar dus ondermaats presteerde. Maar het is nu juist wel leuk, omdat je de afgelopen jaren had je dus inderdaad zowel Feyenoord als Joost United, Leeuwarden, die eigenlijk voor de 5e plaats gingen. En dat heb je dit jaar ook weer. Dus zowel Leeuwarden als Feyenoord als Joost United hebben misschien wel de beste papieren ervoor. Al heeft Bal dit weekend gewonnen van Joost United, dus die doet daar in die zin ook mee. Ja, en LWD Basket heeft meteen fel verloren, hè, van het zwollen van Jean-Marc Chaumet. Ja, precies. Ja. Hey Sam, jij hebt nu 2 wedstrijden gespeeld en je volgt nu een beetje de B-Next. Ik ben benieuwd wat jij er allemaal van vindt, van weer in deze zalen allemaal spelen. Het is toch wat anders dan de ACB, zeg maar. Ook qua TV-coverage en nou ja, ik weet niet hoe het in Spanje was, maar zat de roddelpers toen achter je aan? Dat zal hier wel wat minder zijn. die stond gewoon op de voorpagina, hoor. Hè? Daar kiezen ze alleen modellen voor, hè? Alleen mooie mannen nemen ze. Ja, okay. Ja. De rol moet ook verkopen. Coupo, oh no coupo, no me preocupo. Nee, vorig jaar heb ik de B-Next ook al fel gevolgd, hè? Vooral omdat we ook met de podcast begonnen ook. Meer en meer wedstrijden gezien. Ja, dat is de realiteit, dat de zalen niet dezelfde zijn zoals in Spanje. Hè. Ik bedoel, ze zijn nu eenmaal kleiner. Ik moet wel zeggen, over het algemeen in België hebben we daar eigenlijk niet zo over te klagen. En als ik zie in zalen als Heroes en Groningen bijvoorbeeld, in Nederland, zijn ook wel best mooie zalen. Maar ja, de nieuwe dan ook Leiden zalen, dat gaat hem worden. Wat blieft? De nieuwe zalen in Leiden. Oh. Ja, maar ik heb foto's die vandaag op Twitter. Die ziet er mooi uit, maar ze lijkt mij... Qua tribunes en zo, helemaal niet functioneel ingedeeld, ik zal het zo zeggen. Het is like zo'n vierkante blok en heel lage tribunes. Dus ik begin te verstaan waarom dat daar niet genoeg stoeltjes kunnen zijn. Ik denk dat heel veel mensen nog gaan terugverlangen naar die fijne, dampende 5 mei. Ja, man. Weet je, Henk, ze gaan wel het charme kwijt zijn van die 5 mei al. Hè? Die speciale vibe die drangt, dat volk dat dicht op dat veld zit, dat lijkt in de nieuwe hal allemaal weer verder. Ik heb met de junioren ooit nog eens een toernooi gespeeld in de 5 mei al. En 5 mei al is echt... ik weet niet, je hebt een soort nostalgie. Het liefst zou je eigenlijk willen dat de competitie zo sterk is... dat de 5 mei al de tweede divisie zou zijn. Eigenlijk, hè, dat de promotiedivisie de sfeer zou hebben van de 5 mei al. Kijk, dan zijn we in Nederland echt op de goede weg. Ja. En dat je daar een stadion hebt van 10.000 man. Maar goed, zover is het niet. Maar de 5 mei al gaan ze missen. Ja, dat denk ik wel. Allee, als ik foto's zag, het lijkt, het is wel allemaal mooi, het is moderner en zo, maar een beetje jammer van de indeling, denk ik. Maar goed, om even terug te gaan. Wij hebben nu ook, we hebben nog niet zo heel veel wedstrijden gespeeld. Hè. We hebben de Supercup gehad en nu de eerste competitiewedstrijd tegen Aalst. Niveau was echt wel goed. Ik denk, Aalst was niet slecht. Die hebben...
Die hebben echt een goede wedstrijd gespeeld. We hebben het lastig gehad. Geen van de wedstrijd. Ja. Ja, onze eerste helft. We waren er relatief goed begonnen, maar dan in verdediging een beetje verslapt. De bank erin. Dan moest Sam naar de kant. Hè? Nee. En dan komen ze terug. Nee. Het was niet alleen Sam. Het begin van de tweede helft was met Sam ook niet zo goed. Maar het was zo'n wedstrijd waarin wij moeilijk in ons ritme kwamen en moeilijk in ons spel kwamen in het begin. Maar dan uiteindelijk hebben we... Ja, ik denk dat we uiteindelijk bijna met 20 punten gewonnen zijn, maar dat is wel een beetje vertekend beeld van de wedstrijd. Want gedurende 30 minuten was het echt gelijk opgaand en heeft Elst echt wel een goede wedstrijd gespeeld. Dus, dat is wel knap van Elst. Ja. Maar ze proberen agressief te spelen. In aanval gaat die bal ook wel goed rond. Ze hebben een Amerikaan lopen blond in die offensief toch wel redelijk sterk is. Ze hebben ook Maras nog, die heel veel... het spel verdeelt en dergelijke meer als pivot, dus dat is echt wel als het gaat een ploeg zijn die de grotere ploegen misschien om het dan zo te zeggen wat we gaan ambiteren. Maar wel een kleine rotatie. Ja, inderdaad. Ja, ze hebben... En als dan nog iemand geblesseerd gaat uitvallen? Ja, dat gaat inderdaad een beetje een pijnpunt zijn. Moest er daar een blessure zijn ergens, ze hebben inderdaad niet zo'n brede bank. Ja, ze spelen ook geen Europees, hè? Nee. Dus dat kan je soms een kleinere rotatie hebben. En als het dan goed werkt, natuurlijk moet je een stukje geluk hebben. Maar ze lieten wel zien dat ze gewoon een groot gedeelte van de wedstrijd gewoon konden competen met jullie, hè? Ja, zeker en vast. Ik zeg het. Dus, we hebben een heel moeilijke wedstrijd gehad tegen hen gedurende 25, 30 minuten. Totdat we dan die kloof gemaakt hadden en dan hebben we de wedstrijd relatief rustig kunnen uitspelen. Maar ik zeg het, ze hebben een goede wedstrijd gespeeld. En ik denk dat ze zeker wel dingen hebben waarop dat ze verder kunnen bouwen. En ik denk dat die ploeg ook wel goed gecoacht is. Dus een paar interessante dingen gezien, zowel in offense als in defense. Dus het ziet er niet slecht uit bij Alst eigenlijk. Ja. Is bij jullie Jefferson geblesseerd geraakt? Nee, het is niks ernstig. Het was een beetje, hij was verschoten. Hij had zijn knie wel overstrekt. Maar hij is oké. Want het zag er in het begin eigenlijk helemaal niet zo... De manier waarop dat hij neerging, dacht ik dat zijn seizoen gedaan was eigenlijk. Ja. Blij toe dat het meevalt in die zin. Want dat zou dan een tweede tegenvaller zijn voor jullie bij Oostende. Ja, inderdaad. Ja, Harris die ligt eruit voor een maand of vier, denk ik. Dus geopereerd deze week in Antwerpen na zijn knie. Dus vanuit hier ook veel beterschap, Harris, vanwege de Bene Block Party podcast, zoals Henk dat altijd ook zo mooi zegt. Hè, Henk, zwaar, hè? Ja, we moeten toch naar een nieuwe naam toe, man. Ja, maar maakt niet uit, jongen. De Block Party wenst Harris een spoedig herstel toe. Zeker weten. Dus ja, Harris die zijn we een tijdje kwijt, jammer genoeg. En dan Jefferson, het zag er in het begin helemaal niet zo goed uit, maar het is allemaal een beetje bij het verschieten gebleven en hij gaat er niks aan overhouden, dus het is wel goed. Ja. Oké, dat is fijn om te horen dat hij dan ook weer terug is. Dan heb je ook weer een iets bredere rotatie, hè? Jullie hebben wel wat een brede rotatie aan Aalst, maar zeker met de Europese wedstrijden die eraan komen, is dat wel even lekkerder dat je naar 10-mans rotatie misschien wel kan opschrijven, 11-mans? Ja, zeker. Want een keer dat je met 2 wedstrijden in de week gaat beginnen, is natuurlijk wel iets zwaarder. Nu, de kalender van de Champions League is nu ook niet zo moordend. Hè. Dat is één wedstrijd om de 2 weken. Dus we spelen 6 Europese wedstrijden op 2 maanden en een half, of bijna 3 maanden, als ik me niet vergis. Dus op dat vlak valt het eigenlijk nog wel mee. Maar het is natuurlijk wel, als je dan met een smalle kern zit en er gebeurt ook maar het kleinste... De kleinste blessure in een speler die 2 weken uit is, dan beginnen de andere jongens te overbelasten ook natuurlijk. En dan is het een straatje zonder eind. Dus op dat vlak is het wel goed dat we iets breder staan. Het was een toffe match. Er was ook wel wat volk. Hè. Er was denk ik ongeveer 2500 man bij ons in de zaal. Dus dat is ook mooi. Daar waren we wel tevreden mee. Ja. Maar trouwens, denk dat Maarten al die cijfertjes had, hè, want het was niet overal even top, om het zo te zeggen.
Nee, het was niet overal even goed. Ja, de attendance, het aantal toeschouwers in de zaal. Ik heb niet de cijfer verzameld, Tom Canton heeft dat verzameld. Dat is onze grootste Belgian Lions supporter eigenlijk, Tom Canton. En de cijfers zijn 1000 mensen in Luik. Ja. Dat leek me nog wel goed. Maar Standaard speelde ook tegelijkertijd. Dat zal hem wel een paar honderd mensen gekost hebben. Charleroi, daar was het dubbele. 2000 man in de Spiegeldoom. Ja, de beste match was inderdaad... de beste Belgische wedstrijd was inderdaad Oostende-Aalst met 2452 mensen. En Brussel-Kortrijk was heel, heel slecht. Hè. 264 mensen maar. De zondagnamiddag voor de eerste thuiswedstrijd, dat is echt niet goed. Hè. Dat je maar zo weinig mensen naar die zaal gekregen hebt. Van Antwerpen-Leuven zijn er geen cijfers. Ik weet niet waar dat aan ligt, maar hoeveel mensen er in de Lotto Arena zaten zaterdagavond, dat weet ik niet. Daar hebben we geen cijfers van. Die stonden niet op de live stats. Dus daar kunnen we ook niks van zeggen. Grote zaal ook natuurlijk, hè, de Lotto. Ze zijn vergeten tellen in Antwerpen. Waarschijnlijk wel, waar ze wel geteld hebben en veel mensen geteld hebben, dat is in Groningen. Dat was de beste wedstrijd, 2750 man voor de topper tegen Den Bosch. Ja, ja, ja. En Den Helder, dat is een ramp, hè. 100 mensen zaten er maar, 100 mensen. Ja, Den Helder gaat ook wel naar een nieuwe zaal, dat kan kloppen hoor. Den Helder gaat ook binnenkort naar een nieuwe zaal vertrekken, die er echt voor gebouwd is. Maar de huidige zaal is ook, als je hem vol hebt, kan er misschien 300-400 man in. Het is ook niet veel. En dat is wel jammer, ook omdat Den Helder best wel wat basketbalhistorie heeft en nu toch al wel een aantal jaar een degelijke organisatie weer op de been heeft. Dus ik hoop dat die nieuwe zaal wel weer wat impuls gaat geven en dat er dan ook weer wat sportieve resultaten naar mogen zijn. Maar kom op, Luc, 100. Ja, ik weet niet of het echt 100 zijn, hè, want het zijn waarschijnlijk gewoon net inschattingen. Maar, inschattingen, Ik heb ingeschat, ik heb onder 10 afgelopen. Opa's, oma's, papa's, mama's. Ik heb 10 kinderen. Dat zijn er dan misschien geen 100. Nog een paar andere mensen. Het andere team wat erna moet spelen, komt er ook aan. We hebben ook 100 mensen in de zaal als wij spelen. Dus, nee, dat is waar. Ja. Zijn er echt letterlijk 100 geweest? Het was dan nog tegen Leiden ook, de B-Next kampioen. Ja, maar kom op. Ik heb nog een andere verklaring daarvoor, jongens. We hebben vorige week zodanig veel reclame zitten maken voor de B-Next TV, dat iedereen hem geabonneerd heeft op de B-Next TV, dat er geen kat meer in de zaal zat. Moet ik anders het lijstje afmaken? Ja, doe maar. Ja. Maar zeg me niet dat er ergens minder dan 100 man in de zaal zat, hè Maarten? Nee, gelukkig niet. 500 man in Leeuwarden en 400 bij Bemmel Weert. Ik vind eigenlijk als je 100 op je kaart schrijft, dat je ook echt moet tellen. Dat je dan misschien wel 98, exact of misschien hadden ze het niet eens 100. Dat ze er misschien wel 30 hadden, dat ze dachten van weet je wat, we schrijven gewoon 100 op. Nou, ofwel waren het er letterlijk 100, hè, dat ze tegen nummer 101 en 102 gezegd hebben, nee, ga maar naar huis, we hebben een rond getal. Ik hoop ook wel dat van die 100, dat wel onder betaalde waren, want als je van 100 man nog 50 vrijkaarten hebt gegeven ook, dan zitten we al heel ver van huis. Nee, maar we lachen erom, hè, maar dit is dan het hoogste niveau van Nederland, hè. En we willen dat de sport groeit, en dan gaan we, heb je een club met 100 man. Ja. Daar moet echt wel verandering in komen, hoor. Ja, absoluut. Hè. Dat moet prioriteit nummer 1 zijn voor de clubs, hè. Die zalen vullen. Hè. Het is het grootste probleem, vind ik. Hè. In ons huidige B-Next basketbal, als die zalen niet gevuld geraken, verlies je zoveel. En clubs moeten daar echt ervoor op inzetten. Ik denk dat ook eens keuzes moeten maken en eens zeggen van dit jaar is een Amerikaan minder. En we nemen iemand commercieel in dienst. Hè. Iemand fulltime in dienst die aan klantenbinding gaat doen. Eens. Zorg dat er kinderen komen. Ga desnoods elke wedstrijd gewoon om 3 uur of om 1 uur spelen. En zorg dat de clubs uit de omgeving naar je wedstrijd komen. Maar nu 100 man, kom op zeg. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik vind het haast gewoon bespottend voor het professionele basketbal wat we hebben. Daarom hoop ik ook dat die eisen zometeen van de B-Next League. En ik hoop echt dat we doorgaan met de B-Next League volgend jaar. Maar dat er ook gewoon bepaalde eisen gaan komen. Dat we niet meer... Dat we nog net aan een soort van mee kunnen doen. We moeten ambitieuzer zijn. Als we niet ambitieuzer gaan zijn, dan
Kijk naar hoe Duitsland het doet. Duitsland is super ambitieus, die groeien. Ja. Zijn nu wereldkampioen geworden. Oké, dat is misschien het andere uiterste. Maar als wij zeggen van ja, we vinden het wel best om 100 man voor onze laagste team te hebben. Dan zijn we sterven naar dood, hè? Ja, als je kijkt hoe dat Duitse basketbal stond 10, 15 jaar geleden, dan stond België daar niet zo heel ver af op dat moment, hè? Nee. Nee, dat klopt. Nee. Het was sowieso niet... Ik weet nog dat ik bij Barcelona speelde. Toen speelde ik samen met een Duitse, Jan Jagla. En toen moesten wij ook tegen Berlijn spelen. En toen moesten we in die nieuwe O2 arena spelen. En dat is denk ik nu zo ongeveer, dat zou wel eens 15 jaar geleden kunnen zijn. Misschien nog wel iets langer geleden. En ik zat toen nog met Jan te praten, dus Jan Jagla. En die zei toen ook tegen me van, die zegt van ja, het grappige is dat ze nu in Berlijn hebben ze dit gebouwd. En ze proberen het stadion te vullen. Nou, gaat volgens mij 18.000 man in of zoiets. Of ja, 15, klopt. Weet ik hoeveel erin gaat. Maar we zetten ook opeens, nu dit er is, is opeens Alba Berlijn helemaal happening. En zitten opeens alle celebrities zitten op de front row. En zit opeens alles. En daardoor is het wel een soort van gaan groeien. En kijk hoe goed Alba Berlijn is. Kijk hoe goed die Duitse competitie nu is. Ja. En ze zijn. We hebben een bondscoach wel eens gehad in Nederland, Gadi Kedar. Een Israëliër. En die zei, dit kan ik me nog goed herinneren, die zei ook van wij Nederlanders. In basketbal denken wij gewoon veel en veel en veel te klein. We denken alleen maar in problemen van, oh ja, dat gaat niet. Nee, we kunnen niet meer sponsors. Oh, we kunnen niet. Maar ja, als je een veredelde sporthal gaat zeggen van, ja, wil je hier komen sponsoren met 1000 lijnen op de vloer. Met we lopen al 5 jaar in dezelfde shirts. Die moeten elk jaar weer doorgegeven worden. Ja, dat verkoopt ook niet, weet je wel. Het is inderdaad wat jij zegt, Maarten. Doe een Amerikaan minder en zet er even op in dat het net even iets aantrekkelijker wordt. Dat het net even iets toffer wordt om naar te kijken. Ja, ja, Sam, jij refereerde ook aan de periode dat we niet ver af zaten met ons niveau, met het Duitse niveau. Ja. Het was toen de hoogconjunctuur. En ik denk dat er toen eigenlijk dat we toen de kans gemist hebben om die ploegen commercieel uit te bouwen. Dat is toen niet gebeurd. En dat hadden we toen moeten doen, want toen... Ja, toen niet ver genoeg gedacht. Ja. Hè? Toen te veel in het nu geleefd en niet genoeg in wat komt er. Dat dan een probleem geweest is van veel Belgische clubs. Maar is dat dan nu niet het moment dat wij als B-Next, dat wij nu ook gewoon dat groter gaan denken? Ja, in principe... Ja, natuurlijk. Dat moet de bedoeling zijn, maar... Ja, dus, het gebeurt als je bedenkt dat, nou ja, een paar jaar geleden waren de Nederlandse wedstrijden nog niet te zien allemaal op streams. En nu heb je toch wel één platform. Of op een gegeven moment ging iedereen op zijn eigen platform een stream doen. Nu heb je in ieder geval één platform. Nou, dan laat soms de kwaliteit een beetje te wensen over, maar... Nou ja, er zit wel enige stijgende lijn in, om het een beetje positief te benaderen. Ja, wat wil je erover zeggen, Sam, over de... Ja, nee, ik heb met mijn veel plezier mijn Chateaubriand van deze week heb ik laten liggen. Ik heb geïnvesteerd in mijn pas voor mijn season pass voor mijn B-Next TV. Hè, zoals ik vorige week ook zelf gezegd had. Ik heb dit weekend 2 wedstrijden gezien. En de beeldkwaliteit is effectief wel beter geworden, denk ik. Maar ik was naar Charleroi tegen de Kangang aan het kijken en denk dat ik 4 fastbreaks gemist heb. Oei. En een half van tijd, als de point guard te hoog staat op het aanvallend plein of op het aanvallend vak, dan ziet je de bal niet. Hè. Dus, en in Brussel was er ook ene kant van het veld die bijna nooit niet in beeld komt. Ja, maar Sam, ik heb daar 2 steals gemist. Geef nog even een kans. Je moet nu zeggen dat het perfect is, dat de mensen het moeten kopen. Want als jij nu gaat zeggen dat het niet goed is, dan gaan mensen het ook niet kopen. Dus nu moet je zeggen van... Ja, maar nee, luister Henk, ik bedoel maar... Allez, ik snap nu ook wel terug een beetje de kritiek langs de kant, snap ik ook wel. Want bedoel, ja, het is een systeem, het is een robot, bij manier van spreken, die de wedstrijd in beeld brengt. Dus daar gaan sowieso fouten bij zitten. Ik weet dat, ik heb daarvoor betaald. Maar ik heb er ook... Allez, bedoel, als je het nu ziet, dan is het soms wel inderdaad, snap ik wel de frustratie van sommige mensen die zeggen van de kwaliteit is niet top, of het is niet zoals dat zo hoort te zijn. Want je mist soms ook gewoon bepaalde acties van de wedstrijd. Ja, dat is gewoon zo. En ik blijf het ook gewoon jammer vinden, bijvoorbeeld de tv-wedstrijd, dat op de een of andere manier niet gewoon kan gestreamd worden op platform. Ja, nu was het wel zo, hè. Is die drop? Ja, in Luik. Ik denk dat onze camera's de playside-camera hinderden. En dat we daardoor gezegd hebben van, ja, kom niet maar onze feed gratis over. Maar het gebeurt inderdaad niet altijd. Ja, voor mij zou het mogen. Top. Dan moet je meer uw camera verkeerd opstellen, Maarten. Ja, ik heb daar persoonlijk niet echt iets mee te zien.
Er was nog een probleem met BeNext TV. Hè. Blijkbaar kunnen heel veel Nederlanders BeNext TV niet aanschaffen omdat ze geen creditcard hebben. Hebben jullie dan niet allemaal een creditcard? Nee, dat is dus niet zo. Dat is in Nederland betalen mensen graag met Ideal of PayPal. Maar creditcards heb je eigenlijk alleen nodig als je buiten Europa gaat. Voor de rest... Ja, jullie gaan toch veel buiten Europa? Ja, mensen gaan gewoon liever naar Texel. Ik weet het ook niet. Ik heb ook... Zeg, Maarten, de Nederlanders gaan altijd met een caravan op vakantie, jongen. Ja. Die nemen dat geld gewoon mee, jongen. Dat zit in die zakken. Ja, die pakken al het eten mee. Die kopen niks op reis. Maar ja, daar ben ik echt wel van geschrokken. Ja. Ik heb een creditcard sinds mijn 17. Nou, wij hadden dus thuis ook heel veel creditcards, maar die heb ik allemaal weggedaan. Wij hebben thuis nog één creditcard en die gebruik ik eigenlijk inderdaad voor zulke soort dingetjes. Of inderdaad als we naar Spanje toe rijden of zo. En dat we dan voor de tolwegen. Ja, precies. Je gewoon je creditcard erin kan klappen. Ja. 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 Ja, dat is ook een probleem, hè. Mensen willen BeNext TV. Ja, maar het is... Sommige mensen hebben geen creditcard inderdaad. Nee, het zit niet in het systeem van de Nederlander om met een creditcard dingen te betalen. Is dat dan zoiets als Payconic of zo? Is dat hetzelfde? Wat noem je dat? Dus Ideal? Ideal, dat gaat super. Ideal, ja. Dus dan kan je zeg maar gewoon met je debitkaart kan je dan online betalen. Ja, dat is wat wij eigenlijk voor alles gebruiken online. Je kan er alles mee kopen, alles wat je wil, behalve BeNext TV. Ja, je kan alles mee kopen, behalve BeNext TV, ja. Dat is wel jammer natuurlijk, want dat is wel veel potentiële kijkers dat we kwijt zijn op die manier. Ja. Maar nou ja, toch ook weer persoonlijk voorbeeld. Ik had het ook van, wat in mijn creditcard zit niet in mijn portemonnee. Die heb ik ergens weggestopt in een laadje voor inderdaad als ik een keer over de autostrada moet rijden of zo, weet je wel. Dan pak je creditcard, maar voor de rest... Uit je laadje, ook, ja. Dan rij je in de auto, dan rij je over de autostrade en denk je, oh shit, het is een laadje. Ja, maar nou ja, ik sluit niet uit dat het nog een keer gaat gebeuren, dat inderdaad. Maar ja, het zit gewoon niet in het systeem van de Nederlander creditcard bij de hand te hebben. Ja. Ja. Oh ja, oké. Okay. Toch ouderwets misschien een beetje in die zin. Maar voor de rest dus toch, als je toch de BeNext een beetje in het algemeen wilt volgen, zou ik toch aanraden, pak wel de BeNext TV, want je ziet wel iets... Ja, en Vlamingen kunnen PlaySports of Proximus Pix nemen, hè? Ik dacht, ik wacht nog even met het te doen. Dus ik was voor die wedstrijd... Ik dacht dat het op RTV Noord kwam, die wedstrijd van Groningen-Den Bosch. Maar dat was... Ja, daar heb ik niet op gevonden. Vroeger kon ik dat wel altijd vinden. Ja. Maar dat was er nu niet. Dus ik heb hem uiteindelijk wel gekocht. Dus ik logde iets later in. Maar gewoon creditcard ging goed, hoor. Ik betaalde en ik kon gelijk kijken. Ja, voilà. Ik ook. Heb de kortingscode gebruikt, Henk? Ja, ik heb kortingscode. Van welke ploeg? Van Den Helder. Ja. eigenlijk toch een soort van potentiële toeschouwer erbij. Klein duwtje. Ja. En Maarten van Kortrijk? Ik heb de app, de BeNext TV gratis gekregen. Oh. Nou. Hopla, leuk. Gratis van die en dat wil je dan niet even met ons, hè? Ja, maar Henk, we zijn te hoekpers. Zijn wij ook geen pers, we zijn te hoekpers. Heb jij een gratis account gekregen op de BeNext? Ik niet zie. Ja, nou, ik heb wel gehoord dat ik kon dus bij Den Bosch kon ik dat ook ergens invoeren. Maar ik dacht, ja, dan moet ik nu nog gaan bellen en dan kan ik niet. Dus ik heb gewoon betaald. En ik dacht, wat jij ook zei de vorige keer, je sponsort ook een beetje de BeNext. En we willen ook dat het beter wordt. Dus als dit geld nodig is, dan één keertje voor deze investering. En dan hopelijk maken we elk jaar een beetje stappen. Toch elk jaar een beetje stappen. Als Kortrijk de BeNext Gold haalt, dan moet Maarten zijn een pas voor de BeNext TV betalen. ja, top. Leuk. Top. Ja. Hey, daar gaat mijn Chateaubriand. ja, jongens. Voilà, dat was het zo wel zeker. Nee, we hebben nog een Nederlander die is gestopt met basketbal. Mokerasi, die komt in Antwerpen. Oh. Ja? Ja. Met 3-3 gaat hij spelen. Nee. Maar ik vind het opvallend. Want ik vind Mo een hartstikke toffe gast. En ik heb Mo een toffe carrière gehad. Hè. Nederland... staat hij bekend als een defensive player, is hij vaak geworden. Ja. Hardwerkende speler. Hardwerkende speler, maar ik denk dat het een ander soort speler is bij 3x3. Een 3x3 speler, ja, ik ben niet helemaal into 3x3, maar een 3x3 speler die je niet zoveel hebt gezien nog, denk ik. Heeft hij nog in 3x3 gespeeld? Jawel, nee. Maar ja. Hij is eigenlijk gewoon, hij is sterk, hij is krachtig. Maar bij 3x3 moet je volgens mij, om een echte 3x3 te spelen te zijn, moet je volgens mij een 3-punt schot hebben. Tenminste, dat is volgens mij... Volgens mij is dat wel redelijk noodzakelijk, ja.
Mo kan een hele hoop dingen heel goed op het basketbalveld. Maar ja, schieten was niet zijn sterke punt, zeg maar. Drie punten schieten is niet zijn... precies. Ja, ja, mooi, maar goed verwoord. Ze hadden een speler bij Team Antwerp, was Kasper Augustijnen. Dat was ook een grotere speler. Die veel in de pick-and-roll werd aangespeeld met alley-oops en dergelijke meer. Dus ik denk dat ze een beetje meer naar dat soort profiel op zoek waren dan een schutter of zo. Dus ik weet niet of dat Mo in dat profiel past of niet. Ja, wel, kijk, je mag best wel fysiek verdedigen, hè? Toch? Met 3x3, heeft mij altijd verteld. En dan heb je wel echt een goede aan Mo. Dus Mo is gewoon, die staat daar sterk te wezen. Die houdt mensen tegen onder de bal. Ja, ik denk ook gewoon, ja, je moet wel explosief zijn. En zeker ja, in 3-3 is dat toch wel heel belangrijk. Bewegelijk en explosief. Ook al zei de grotere jongen, die mannen zijn bijna allemaal... Allee, dat wordt constant geswitcht in defense en zo. Dus je moet ook wel een beetje op een guard kunnen verdedigen. Dus als die dat allemaal kan, dan denk ik wel dat ze profiel gevonden hebben dat ze aan het zoeken waren. Maar... Ja, ze zijn toch niet helemaal hetzelfde type van speler, hè? Augustijnen en Kerasi? Ja, nee. Dat denk ik niet, man. Ah, een beetje 5x5 basketballen kan gewoon 3x3 spelen, Maarten. Ja. Henk, wanneer ga jij de stap maken dan? Ik ga de stap niet maken. Henk gaat de stap maken naar de Euroleague Fantasy. En volgende week begint de Euroleague. En ik heb zo een traditie, Henk, dat ik altijd, elk jaar, doe ik een Fantasy League in Euroleague met bepaalde jongens van in het verleden, van in de ploeg en zo. Dus dat is een fantasy game. En dan om de Euroleague een beetje meer te volgen. En misschien is het geen slecht idee dat we met de blockparty een blockparty league maken of zo. En dat iedereen gewoon die luistert kan indienen een competitie. En dan gaat iedereen misschien ook op die manier de Euroleague een beetje meer volgen. Henk, wat denk je? Ik zeg doen. Ik moet wel zeggen dat ik heb vorig jaar ook met die NBA zo'n fantasy league meegedaan. Ik ben er altijd knijter. Ik denk, oh shit, ik kan nog even spelen moeten wisselen. Of weet ik wat, die is dan geblesseerd. Of, ja, nou, als je daar, ben ik, daar ben ik niet echt heel goed in. Maar ik ga dat wel even doen dan. Ik doe ook NBA Fantasy. We zitten in een heel leuk groepje. We hebben onze eigen commissioner, Joachim. Ons groepje heet de Barbershop. En NBA Fantasy, dat doe ik. Maar dat is heel leuk. Maar van Euroleague ken ik te weinig, vrees ik. Ja, maar dat is een goede manier om te volgen. Dat is een goede manier om te volgen. Ja, maar verwacht nu niet van de fantasy van Euroleague, Maarten, dat het volledig zoals de NBA is. Hè. Ik denk dat bij de NBA ook met een draft is en zo. Of ben ik verkeerd? Ja, wij doen onze eigen competitie. We hebben inderdaad een draft. Okay. En die kan online zijn of die doen we live bij iemand thuis. Dat is altijd heel leuk. Ja. Bij de Euroleague fantasy kunnen we wel allemaal zowel dezelfde spelers hebben. Dus dat is wel... Dus ben je een supermanager. Je krijgt gewoon... Ja, inderdaad, ja. Ja, inderdaad. Je krijgt een budget en daarmee... Oh, lief? Ik heb het ook wel eens gespeeld. Kocht altijd mezelf, won ik gewoon. Supermanager is fantasy game van de ACB-competitie. Ik heb nu ook weer mijn ploegjes gemaakt, Henk. Ik zit nog altijd in competitie. Sam, jij kocht mij ook bij Supermanager. Kocht je mij bij Supermanager? Als ik met u speelde, wel. Als ik niet meer met u speelde, niet meer. Ja, dat klopt. Anders kreeg je een basis, hè? Ja, voilà. Nee, maar oké. Okay, maar het is goed, anders maak ik een leak aan. En anders maken we nog een filmpje of zo tegen het einde van de week. Ja. Waarin dat we een beetje uitleggen hoe dat systeem juist in elkaar zit. En dan kan iedereen die wilt meespelen in onze competitie. En hopelijk hebben we een aantal ploegen, hè, meer dan 100. Dat zou leuk zijn. Als we meer dan 100 ploegen hebben, dan gaat Maarten zijn abonnement betalen. Ik moet hier constant tegenprestaties doen. Ik wou net zeggen, ja, dan hebben ze 200 fans. Verdubbeling. NL. Dan kan je daarna door naar Texel. Het zou wel mooi zijn als wij gewoon meer mensen inderdaad dan de toeschouwers bij Den Helder in onze dingen krijgen, in onze Fantasy League. Oké, okay, weet je wat? Als we meer dan 100 ploegen in onze Fantasy League krijgen, dan verloten we onder die mensen die zich ingeschreven hebben, verloten we iets top. Ja, maar echt een gadget. Top dan, hè? Echt top. Iets echt top. Iets vet, oké. Okay. Iets vet. Ja. We gaan erover nadenken, want er komt iets vet. Er komt iets vet. Mag je ook wel erbij zeggen? Dan, als je dat doet, dan komen wij, Sam, als we meer dan 100 hebben, voordat de Euroleague begint, clinic geven. Dan komen wij met z'n tweeën aan het einde van het jaar een clinic geven. Dat vind ik echt leuk. Okay. Een blockparty clinic, I like it. En ook nog daarna dan een live podcast opname.
Ja, moet niet overdrijven. Oké, laat maar, te veel. Half uurtje, hè? Half uurtje van lay-upjes lopen. Okay, als, we er als we er 500 hebben. Nee, is goed. Ja, nee, maar oké, okay, ja, is goed, ja. Ja, dat lijkt me wel een leuke deal dan. Maar ook is, het dan, leuk, is, het dan, is het dan 100, en wij doen ook al mee, dus dan hoeven we er eigenlijk nog maar 96 nu. Matthijs is er ook al, dus eigenlijk nog maar 95. Nee. Er moeten er 100 zijn buiten ons, hè. Wij tellen niet mee. Okay. Vind ik slap. Pittig. Oké, okay, ja, dan 100 met ons er wel bij. Voilà, ja, het is afgeklopt. Het is genoeg. Ik zou het heel wat vinden. Oké, okay, dan laten we dat doen. Dan gaan we daar nog later over communiceren. Zet jij het op, Sam? Dan zorg ik dat het bij Matthijs komt of gewoon online komt. En dan kunnen mensen zich inschrijven op de blockparty Euroleague Fantasy. Right. Ja. Wie ga je sowieso tekenen, Euroleague Fantasy? Tavares. Ik wil dan wel... Tavares, oké. Okay. Ja, kom op man. Dan ga je gewoon een grote man tekenen. Dit is... Makkelijk rebounds pakken. Hé, hey, Henk, als je spreekt over fantasy, dan moet je valoratie hebben. Wie maakt de beste valoraties? De centers toch vaak? Eens. Ja, ik rebounds, zou puntjes, fouten, vrijworpen. En, Maar zou je Kemba Walker dan nemen? Nee. Nee, echt heel snel. Oké, okay. Nou, geen Kemba Walker. Zeker niet in het begin. Okay. Misschien later, maar in het begin zeker nog niet. Nee. Nou, gelijk een fantasy tip voor iedereen. Ja, geen voilà. Kemba Walker dus aan het begin. Tavares en geen Kemba Walker. Okay. Mooi. Dan gaan we deze podcast denk ik zonder Matthijs afsluiten. En dan, ja, bedankt jongens. Leuk dat jullie er weer waren. Dat was fantastisch. Dat gaan we nog een keer doen. Je was een beetje af en toe luisteren wie wel wat zijn, wie niet. Af en toe praat ik er misschien ook wel tussendoor. Dus ik, Ik doe met jou vaak genoeg commentaar. Ik ben het gewend. Dus, Thanks, man. Hij onderbreekt altijd iedereen. Het is ook mijn job, hè, om gewoon er tussendoor te praten. Ja. En dan hebben jullie maar gewoon je bek te houden. Ja jongens, tot volgende week voordat we ruzie beginnen maken. Rap afsluiten.